Mijn favoriete boek is Reis om de wereld in 80 dagen van Jules Verne. En dit boek gaat over de strijd om reis om de wereld in 80 dagen te maken. De hele wereld bol rond. Aanvankelijk denkt hij, de hoofdpersoon, dat hij het niet haalt. Maar doordat hij naar het oosten reist, haalt hij 24 uur in. En dat heeft zo'n diepe indruk op mij gemaakt dat ik alle boeken van lid geworden ben van het Jules Verne genootschap. En inmiddels alle boeken van Jules Verne heb. Dus het is een prachtig boek en ik kan het iedereen aanbevolen. Het is ook op DVD uitgekomen en ik heb zelfs kunnen organiseren bij het jubileum van Jules Verne in 2005, dat een week lang Jules Verne verhalen in het filmmuseum vertoond zijn.